Ja, dat heeft ermee te maken dat de rechtbank deze zaak eigenlijk ziet als een ernstig verkeersdelict. Dus de rechtbank heeft aansluiting gezocht bij straffen die in vergelijkbare verkeersdelicten worden opgelegd. En dan is het uitgangspunt een gevangenisstraf. De rechtbank heeft dat wel verhoogd, omdat in dit geval sprake is van juridisch sprake van poging doodslag.